146 dagen geleden, toen je voor het laatst hier in het stadion training was van FC Utrecht bij de wedstrijd tegen Sparta. Voelt het net zo lang geleden als dat klinkt? Eerlijk gezegd voelt het nog uh, veel langer eigenlijk. Ik kreeg dat net ook te horen, 146 dagen is veel hè. Maar uh, mijn gevoel zegt dat het misschien nog wel langer was. En het was ook een ander galgewoud dan uh, die wedstrijd tegen Sparta. Uh, maar het heeft niet zoveel zin om daar maar constant aan te blijven herinneren. We zijn enorm blij dat we weer kunnen spelen, dat we weer kunnen trainen. Weliswaar nog zonder publiek zoals vandaag. Aan de andere kant weet je ook uit ervaring dat wedstrijden in de voorbereiding vaak achter gesloten deuren plaatsvinden. om toch goede wedstrijden te kunnen en vooral ook te mogen spelen, ook qua veiligheid. En ja, wij hebben, wij hebben die wedstrijd ook op die manier ingezet. Daar kunnen we niks aan veranderen. 12 september we spelen we weer tegen AZ. Het zal iets andere wedstrijd worden. Maar zitten er zitten hoog waarschijnlijk 8000 mensen op de tribune. En ja, dan wordt het alweer leuker. En hopen dat het snel weer naar volle bak toe gaat. Want dat verdient dit stadion. En dat, verdient ook, dat verdienen die jongens ook. Ja. Dan wordt het nog leuker. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat als je trainer van FC Utrecht bent, dat je vandaag ook wel genoten hebt. Zeker. Nee, ik geniet eigenlijk al vanaf dag 1, omdat het heel lang geleden is, dat we weer op het veld staan, dat we weer alles kunnen doen. Dat we bezig zijn met de voorbereiding om naar iets toe te werken, die 12 september. Maar je geniet ook van, uh, van het elftal wat, uh, wat speelt. Uh, je geniet van uh, die jonge gasten. Je geniet van de vastigheid zoals we die laatste wedstrijd tegen Sparta geëindigd zijn. Dat je daar alweer heel veel van terug ziet. En ja, uiteindelijk gaat het ook nog eens een keertje om uh, de ontwikkeling van, uh, van de manier hoe je wil spelen. En... Ja, daar ga je ook heel veel dingen al van terugzien. Of heb ik gezien. En je wint, het minst belangrijke, maar de intenties, uh, nou, die waren er. En dat hebben ze goed gedaan. Ja, als ik de naam Davy van den Berg noem, vind je het gek dat ik er dan tussenuit uh, pluk? Nee, omdat iedereen dat doet. Ik ben nu, uh, <laughs> Jij bent de laatste. En uh, ja, iedereen begint daarover. Omdat er natuurlijk tot nu toe de, de onbekende is. De grote onbekende voor jullie. Voor, niet voor jou, maar voor de media. Dat hij toch in een wedstrijd als deze ja, de voorkeur krijgt. In het elftal, en dat heeft hij zelf verdiend, net als Tommy. Uh, dat het uh, eerste uur ook uh, heeft kunnen laten zien. Het zijn twee jongens uit de eigen opleiding. En, ja, die hebben zich uh, dusdanig geprofileerd in de voorbereiding, ook in de wedstrijden, dat ze, uh, ja, dat ze alle recht van spreken hebben dat ze daar vanavond stonden. En, ja, eerlijk, ik heb ervan genoten. Ik vind het mooi om te zien hoe twee van die. Jonge gasten, brutaal uh, gewoon hun spel spelen en bezig zijn om met, uh, met hetgeen wat we ze meegeven, uh, dat je dat terug ziet. Dus uh, ja, mooi. Nou, ik had ook niet het idee dat Django uh, Ramerdam uh, echt echte nieuwkomer is als je ziet hoe frivol die al is. Nee, want eigenlijk vergeet je dat. Die jongen die is uh, ook nieuw bij ons gekomen en heeft een ja, probleemloze aanpassing gehad. Uh, nogmaals, we, hebben, we kunnen goed trainen. En ja, uiteindelijk gaat het ook voor hem om de wedstrijden in de ja, hopelijk zo snel mogelijk juiste formatie. Dat hij gaat wennen aan de, aan de dingen wat wij graag willen. En ja, we kennen de spelen, maar je vergeet hem al omdat je al denkt dat hij veel langer dan, ja, dan vier weken bij ons is. Slotvraag, want uh, één ding viel eigenlijk op. Helemaal dat eerste uur was FC Utrecht, nou ja, echt, helemaal gezien de kansen, echt een stukje verder dan uh, AZ. We weten dat die ploeg, als het goed is, twee weken minder in voorbereiding is. Is dat iets wat misschien het verschil heeft gemaakt, ook vandaag, denk jij? Nou, ik kijk alleen naar onze eigen ploeg. En je kijkt uh, natuurlijk, ik zeker, met een schuin oog naar AZ. Omdat je al die jongens kent, de hele staf kent. En, uh, maar twee weken verschil in voorbereiding zegt veel, hè? Um, zoals hun nu speelde, 45, zo speelden wij de vorige wedstrijd tegen Genk. Ga je kijken, wat is het beste elftal tegen Genk. De eerste helft, de beste helft, Die gaat alles een beetje door elkaar heen mixen. Nou, dat heeft Anne ook gedaan, dat heb ik ook wel gezien. Uh, dus het is, het is helemaal geen graadmeter voor nogmaals die wedstrijd van 12 september. Maar wat ik, wat ik nogmaals belangrijk vind, is dat je ja, gewoon goede wedstrijden hebt op een dusdanig niveau. Ook nog eens een keer in het stadion. Uh, waar, uh, waar we beide, het maar zeker wij, uh, hebben kunnen werken aan onze dingen waar we mee bezig zijn. En we zijn weer een stapje verder, zo zie ik het. Ja, zonnetje op je gezicht, lekker hè? Heerlijk. Heerlijk.